Het is heel erg belangrijk dat je weet dat wat we nu gaan doen is echt niet om jou belachelijk te maken. Nee, het is echt gewoon om jou beter te leren kennen. Oké. En dat zeggen we ook keer op keer. Ja, dat zeggen we altijd, maar dat is echt heel erg belangrijk. Ik moet op het einde van de uitzending toch niet met mijn broek op mijn knieën de deur verlaten. Dat mag wel, ja, natuurlijk. En zo gebeurt het ook meestal. Oké. Nee, wat we gaan doen is de Dilemma Macarena. Mm-hmm. Dat is, je gaat zo meteen een minuut lang de Macarena dansen. Ondertussen krijg je dilemma's en die dilemma's moet je zo snel mogelijk beantwoorden. Ik ga mijn best doen. We gaan even de Macarena oefenen. Dus daar gaan we. Dan gaan we dus eerst rechterarm vooruit, linkerarm vooruit, rechterarm omdraaien, linkerarm omdraaien, rechterarm op linkerschouder, linkerarm op rechterschouder, rechterarm op hoofd, linkerarm op hoofd, de rechterarm op linkerheup en linkerarm op rechterheup, rechterarm op poep, linkerarm op poep en shaken. Shit, zeg. Dat ging nog vrij vlot, vond ik eigenlijk. Ja, maar het is vrijdag, ik bedoel. Ik zal meedoen, dan kan je naar mij kijken. Ja, ik heb een visueel voorbeeld nodig. Oké, daar gaan we. 3, 2, 1, start. Vissen of gamen? Gamen. Al je gamespelletjes moeten opgeven of nooit meer naar je favoriete series kunnen kijken? Nooit meer naar mijn favoriete series kijken. Biscuit Park of Limp Bizkit? Biscuit Park. Expeditie Robinson of Temptation Island? Expeditie Robinson. Eline de Munk of Britt Valkenborg? Fuck. Kiezen en verliezen? Ja, beide dan, hè. Ah, mooi. PlayStation of Xbox? PlayStation. Ochtendmens of avondmens? Avondmens. Het gaat relatief goed, hè, dat dansen. Ja, nee, ik doe maar iets. Ik doe maar gewoon bewegingen die ergens kloppen, zo. Nu het heel dag dagelijks, een heel dag pampers verversen... of, mocht je dat kunnen, een heel dag borstvoeding geven? Doe dan maar borstvoeding geven. Ik zou graag eens willen weten hoe dat voelt als vrouw. Ja, als man voelt dat helemaal niet prettig aan. Een hele dag, dat is volgens mij echt... Ja, maar die kinderen kunnen niet blijven drinken, hè. Oh. Over drinken gesproken, rum of kava? Rum. Metal optreden of rock optreden? Metal optreden. Zingen of presenteren? Presenteren. Ah. Ja, het zijn gewoon twee verschillende dingen. En dan toch presenteren nemen? Ja, omdat daar meestal gratis games aan vasthangen. Ah. Dat is allemaal niet zo interessant, want jij geeft graag borstvoeding. Dat ga ik onthouden vanaf nu. You. Make us cute.